Er zijn drie verschillende vormen van type hechtingsstoornis. Drie verschillende vormen van gehechtheid. Over geluid en geur bij mensen met een hechtingsstoornis. Hoe werkt nou eigenlijk het brein? Gepaste therapieën voor een getraumatiseerd persoon. Hoi, mijn naam is Wilde. Ik heb een reactieve hechtingsstoornis. Ik kijk naar een gloednieuwe aflevering van Meer te weten komen over hechtingsstoornissen. Hoe ontstaat een reactieve hechtingsstoornis? Bij de ouder, mishandeling of verwaarlozing, opvoeding, onzekerheid en spanningen, psychische en psychiatrische problemen, verslavingen, langdurige ziekenhuisopname, bij het kind, moeilijk temperament, vroege geboorte, lichamelijke of verstandelijke beperking, adoptie of autisme, ziekenhuisopname op jonge leeftijd, moeilijke leefomgeving, te vroeg en te lang van ouders gescheiden, veel wisselende opvoeders, relatieproblemen bij ouders, armoede, gebrek aan regelmaat en structuur in het gezin, hechtingstoornis. Hechting is een emotionele en natuurlijke relatie tussen ouder en kind. Hechting geeft een veilige en geborgen gevoel en een basis voor relaties van het kind in de toekomst. Soms bestaan er problemen in de hechting. Vaak komt dit door traumatische ervaringen of omdat het kind in een onveilige situatie een tijd zich heeft beland. Wat zijn de kenmerken van een hechtingstoornis? Het kind heeft moeite om relaties aan te gaan met ouders of opvoeders. Op latere leeftijd kan het kind moeite hebben met relaties van de vriendschappen op te bouwen. Kinderen met een hechtingstoornis kunnen afwijzend reageren op sociale contacten, laten zich moeilijk troosten en tonen grensoverschrijdend gedrag. Ook kan het kind angstig, teruggetrokken, onzeker of egocentrisch zijn. Bij wie komt het eigenlijk voor? Hechtingsproblemen kunnen ontstaan bij kinderen die een traumatische ervaring hebben gehad. Daarnaast hebben kinderen een hoger risico, bijvoorbeeld pleegkinderen of adoptiekinderen. Huilbaby's. Kinderen die te lang in een ziekenhuisopname hebben gezeten. Er is ook kans ouders zelf onveilig gehecht zijn, psychische problemen hebben of zelf mishandeld of verwaarloosd zijn. In welke levensfase kan je dat krijgen? Een angstig, vermijdend, gedesoriënteerde kan angstig zijn voor intimiteit en vermijd contact. Een hechtingsstoornis kan zich ontwikkelen in de eerste levensfase van het kind. Bijvoorbeeld bij de geboorte en op de vroegste fase. Dit was dan weer aflevering 7. Het is een boekje die best wel bekend is. En het boek heet Het meisje met het omgekeerde magneetje.